De parlementaire commissie voor natuurlijke hulpbronnen onder leiding van Obed Kanapé bezocht op 26 juli 2024 Staatsoliepower Company Suriname NV in Dijkveld. Tijdens het bezoek werden presentaties gegeven over de energievoorziening in Suriname, waaronder onderwerpen als de Power Market, Hydropower Plant en Dam Safety Management. Het doel was om inzicht te krijgen in de werking van parastatale bedrijven en eventuele problemen te identificeren. De commissieleden kregen ook een rondleiding, waaronder bij de SPC Thermal en SPC Hydro te Afubakka. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken hield op 27 juli een open dag in de congreshal met als thema banen bouwen, levens veranderen. De dag omvatte workshops over ondernemerschap en andere vaardigheden en bood werkzoekenden de kans om zich te registreren voor vacatures. Minister Stephen McAndrew benadrukte inclusiviteit en de rol van vaklieden in de economie. Het evenement faciliteerde netwerken en samenwerking tussen het ministerie en het bedrijfsleven. Het Surinaamse Rode Kruis en het Nationaal Archief Suriname hebben op 24 juli een protocol ondertekend voor de overdracht van het oud archief van het SRK aan het NAS. Deze samenwerking bevestigd door SRK-voorzitter Melvin Chonsi Fat en NAS-directeur Rita Chin Fu is een belangrijke stap in het behoud van de geschiedenis van het SRK. De eerste 108 archiefdozen met documenten uit de periode 1995-2005 werden op 19 juni 2024 overgebracht naar het NAS. Dit archief biedt waardevolle inzichten in de activiteiten en ontwikkeling van het SRK en zorgt ervoor dat de geschiedenis voor toekomstige generaties behouden blijft.